Hallo, ik ben Arjan en welkom bij Minecraft. Dit is niet zomaar Minecraft, dit is een aangepaste kaart, een custom map, gemaakt door Das Burgs, als ik me niet vergis. En de kaart heet Deja Vu, The Reincarnation of Steve. Ik ben Steve en voor het gemak ga ik mezelf maar eventjes gewoon Arjan noemen. Wat vind ik prettiger, dat ben ik ook. Ik weet niet waar ik ben. Wat ik wel weet is dat ik blijkbaar op zoek moet naar gouden blokken met schakelaars erop en die moet ik omhalen. Nou, dat is het enige wat ik weet. Laten we eens even kijken. Ik weet niet wat dit is, maar goed. Hey, Arjan, ik ben het, je beschermengel. Jij bent gevangen in de ruimte tussenin. Ga de gang door. Ja, ga de gang door terug naar de levende. En als je ooit hier terugkomt, zorg er dan voor dat je op deze knop drukt. Nou, dat hoeft nu dus nog niet. Oh, en ik vergat het bijna. Vergeet, breek geen dingen en laat geen dingen achter. Let goed op de borden en zorg er altijd voor dat je beneden een goed persoon bent. Nou, beschermengel, ik ga mijn best doen. Deze gang door, komt voor elkaar. Weet je het zeker? Nou, daar gaan we dan. Wow, ho, ho. Ja, en nu? Dat was de bedoeling. Hey, waar zijn wij nu? Nou ja, ik weet het niet. Arjan is een normale kantoorklerk in een financiële firma. Hij is blij met zijn baas, of met zijn baan. Maar niet met zijn baas. De CEO heeft de neiging om nogal wat schimmige plannetjes te smeden. Maar Arjan is niet bezorgd. Hij doet gewoon zijn baan. Nou, dan doen we dat toch. Hé. Hey. Ik weet dat het einde van de dag is, maar we hebben het over iets heel belangrijks. Hé, hey, Arjan. Heb jij gehoord over Das Burgs? Het is het nieuwe plannetje van de baas. Het is praktisch stelen. En hier op de muur staat, al onze zakenpartners zullen worden genaaid. Nou, dat klinkt positief. Hé, hey, wat vind je van mijn nieuwe das? Ja, schitterend. Een aantal van ons gaan naar het werk uit. Heb je ze nog mee te gaan? Nou, dat wil ik wel, maar ik heb even nog wat andere dingetjes te doen hier. Leuk, allemaal van die kantoorcabines, hè? Ik wou dat deze hokjes iets groter waren. Nou, dat kan ik me voorstellen. Wat hebben we hier? Recycling en afval. Ook belangrijk. Hier ook hetzelfde. Ik hoor dat Henry zijn bureaubladachtergrond heeft veranderd. Nou, dat is leuk voor Henry. Hé, hey, ik ben Henry. Ik geloof niet dat we elkaar eerder hebben ontmoet. Nee, dat geloof ik ook niet. Wat allemaal lege kantoortjes. Hier is wel iemand aan het werk. Gaat goed hier? Een beetje naar je screens even zitten staren. Ik voel me een beetje down. Misschien heb ik wel een last van de Mondays. En de Mondays betekent dat je nogal down bent. Dat je gewoon je dag niet hebt. Kunst aan de muur, altijd goed. Het Das Burgs plannetje is een en al puur kwaad, zegt deze. Ze denken dat ik aan het werk ben, maar ik speel gewoon Minecraft. Oh. Ja, dat gebeurt nou helemaal ook. Hier zijn ze aan het praten. Denk je dat hij gaat terugkrabbelen als we er iets over zeggen? En deze zegt, nee, absoluut niet. John Johnson krabbelt nooit terug. Zucht. Ze zijn er niet blij mee dat John Johnson nooit terugkrabbelt. Wie dat dan ook mag zijn. Zal de baas wel zijn. Ah, mooi hoor. Even kijken. Oh, kijk. Volgens mij moet ik die omhalen. Maar goed, eerst eens kijken. Ik heb er zo'n hekel aan om zo dicht bij het kantoor van de baas te zitten. Hij komt elke keer langs als hij de deur uitgaat. Is dat het kantoor van de baas? Het kantoor van de baas. Maar ik kom er niet in. Klinkt trouwens erg gezellig hier beneden. Je bent een goede kerel, Arjan. Praat de baas alsjeblieft van zijn nieuwe idee af. Dat wil ik wel. Dit is de waterkoeler. We mogen hier niet blijven hangen, staat er. Nou, lekker bedrijfje dit.
Die haal ik om, want volgens mij moet dat. Wil je kopietjes? Jawel. Hé. Hey. Wat kan ik dan met die papiertjes dan? Nou, geen idee. Ik had zo graag een rockster willen zijn, zegt hij. En deze. Ik heb altijd al een kantoorklerk willen zijn. Hoera! Nou, lekker voor je. Wat hebben we hier? De lift. 2 stuks. Verdieping 1 tot en met 8. Nou, dat ben ik al geweest. Nou, goed. We nemen de lift. Hallo. Hey, Steve. Nee. Hey, Arjan. Ik ben altijd doodsbang geweest van liften. Maar ja, het hoort bij het werken. Zo is het ook, hoe je ook mag heten. Nou, waar gaan we naartoe? Oh. Is dit de bedoeling? Is het nou voorbij? Ik ben terug. Een gevoel van déjà vu. Een kleine déjà vu. Misschien ben je hier eerder geweest in een vorig leven. Oké, dat is een nieuw leven dus voor mij. Misschien ben je eerder geweest in een vorig leven. Je acties hebben nu waarschijnlijk effect op wat er gebeurt wanneer je doodgaat. Dus zorg ervoor dat je vertrekt zonder dat je spijt hebt. Nou, prima. Dit is dus een déjà vu. Ja. Ja, er is iets heel belangrijks. Das Buttocks Scheme. Jij hebt een nieuwe das. Schitterend. Alles is nog steeds hetzelfde. Een aantal van ons gaan weg naar het werk. Ja, als ik hier wegkom, wil ik best mee. De hokjes. Wat is er hier aan de hand? Rare toestanden. Puur kwaad. Is er hier ook wat veranderd dan? John Johnson krabbelt nooit terug. Ja, dat is een behoorlijke déjà vu, kan je wel stellen. Maar, één groot verschil. Het kantoor van de baas is open. De baas is binnen. Wil jij je baan riskeren en hem confronteren? Nou, waarom niet? Ik ben toch al een keer dood gegaan. Hey, John Johnson. Je hoeft mij niet te vertellen dat mijn zakenpraktijken immoreel zijn. Het is niet jouw werk om beslissingen te maken. Het is jouw werk om geld te verdienen. Het Das Buttocks plan zal niet worden beëindigd. Maar dat kan ik niet zeggen over jou. Nou, ophoepelen. Nou zeg, John Johnson. Hey, halen we die even om? Wat heb je allemaal voor moois in de kast, John? In je kist ook niks. Nou. Goed. Nee, duidelijk. De mazzel. Ik wil ook niet in de problemen komen natuurlijk. Goed. Zie je hier nog ergens goud? Of moet ik die lift weer in? Oh, als de baas dit ziet. Oh. Krijg ik vast problemen. Maar ja, de baas hoeft dit niet te zien. Ik wil even de hokjes controleren. Voordat ik weer de pijp uit ga. Misschien kom ik wel de hele tijd hier terug. Ik heb geen flauw idee. Ik zie nog steeds niks bijzonders. Sorry dat ik over je hoofd loop, collega. Ik doe het niet met plezier. Maar ik heb geen keus. Hier. Allemaal hokjes. Nou. Ik zie niks bijzonders meer. Ik geloof dat ik de lift ga pakken. En we zien wel waar die naartoe gaat. Ik hoop niet weer hetzelfde ellende. Maar ja, goed. Het deurtje van de kantoor stond open, dus wie weet. Hey collega, ik snap nu waarom je als de dood bent voor liften. Liften, wat zeg ik dat wel raar. Oké. Oh nee, dit is niet goed. Nou,
Huh? Ja. Niet meer op kantoor dus. Arjan kampeerde in de bossen en toen begonnen de ondoden te wandelen vanuit het bos. Hij zocht beschutting in. Hij vluchtte naar de kelder van een schuurtje op een boerderij, maar hij kan daar niet voor altijd blijven. Daar ben ik nu. Ben ik nu in dat beschutte schuurtje? Hey, kisten. Maar geen spullen. Je ziet het boerderijtje door de mist. Wacht even, moet ik dan even de mist inschakelen? Misschien is dat dan handig. Even kijken. Gezichtsveld. Ja, normaal. Staat hier al, hè? Oh, zal ik hem even normaal zetten. Zo. Normaal. Nee, dat vind ik niet mooi uitzien. Zullen we gewoon lekker op ver. Dan maar geen mist. Nou, hup. Hey, hallo. Wat zien we hier allemaal? Wat een drukte. Niet gezellig. Nee, hoor, dus niet. Ik ga even rennen anders. Goed. Ik heb... Ga ik maar gewoon naar dat schuurtje gaan daar. Ai. Even kijken. Ja, mooi. Ik heb een motje geïnstalleerd waardoor de creepers de boel niet kapot maken. Maar mij wel. Nou, er is geen gat in de grond, dus dat werkt. Zonde met zo'n kaart als dit, want je moet natuurlijk niet hebben dat de boel hier gemold wordt, hè. Hey, onze gouden schakelaar. Die wil ik omhalen, wacht even. Oh, oh. Hey, joh, doe niet. Doe niet. Dit ga ik helemaal niet redden, die schakelaar. Ik ga het toch proberen. Ik ren hartstikke snel, hè. En toch raken ze mij, die skeletten. Die kunnen echt mikken. Hey, ik heb... Creeper. Schakelaar omgehaald. Creeper doet geen schade. Ik ben tevreden. Hier nog een schakelaar toevallig? Nee, dan ga ik snel terug. Naar de boerderij. Spinnetje. Oppoppelen. Ik ga naar de boerderij. Ik wil niet gestopt worden door zombies, spinnen, skeletten. Noem maar op. Geen zin in. Hallo. Nee, kom op, hè. Nou, niet doodgaan op het laatst. De deur is op slot, maar het lijkt dat er boven een raam gebroken is. Nou. Oh, snel, snel, snel. Ja, raam is kapot. Oh, nee. Hè? Wat? Oh, oh, oh. Je mislukking in je vorige leven heeft jou naar de hel geleid. Nou, ik heb mijn best al gedaan. Een plaats waar je zult lijden totdat alleen nog maar je hoofd overblijft. Gezellig. Maar misschien kun je er aan de andere kant uitkomen. Oh, parcours. Dit is niet echt mijn favoriet onderdeel. Oh, nee, nee. Kijk, en dat is de reden waarom. Oh, dit wordt nog wat, zeg. Ja, ik neem aan dat ik nog steeds in de hel ben, natuurlijk. Natuurlijk. Kom op, hè. Ik ga hier niet uren over doen, daar heb ik geen zin in. Hop, ja. En ja. En ja, kijk. Oh, zweet in de klauwen. Ja, oeh, schakelaar. Kan ik daarbij? Waarom kan ik daar nou niet bij? Ik
geloof dat ik mezelf moet opofferen om die schakelaar te om te halen. Ja, dit is balen zeg. Ik dacht, dit doe ik wel even. Nou, hoor ik elke keer dat ploem ploem. Oké, ik word roekeloos, dat merk je wel, hè? Ik kan hier heel slecht tegen. Ik geloof dat ik een aantal pogingen knip. Dit is natuurlijk strot vervelend zo. Nee. Hè? Gaan we weer. Wat deunt je ook de hele tijd? Nee. Lekker puh. Die komt hier nooit meer weg. We zullen hem nog wel eens zien. Ik ga hier springen. Schakelen. Ja. Kom op, hé. Waarom nou? Oké. Ik ga het gewoon doen en dan ga ik weer dood met de fruit. Ja! Haha! Goed. Zo. En gaan we dan het sprongetje. Yes. Schakelaars naar beneden. Goed, nog een klein stukje. Check of ik nog meer schakelaars zie. Nee. Goed, zo. Nee. Dit is toch niet te geloven. Ja, ik weet wat ik hier verkeerd doe. Ik ga er te veel over nadenken. Dat doe ik verkeerd. Als je erover gaat nadenken, gaat het niet goed komen. Je moet het gewoon doen. Ja. Nee! Oh, dit is echt zo vervelend. Jongen, jongen. Ik heb trouwens nog helemaal niks verkeerd gedaan. Waarom kom ik eigenlijk hier terecht? Waarom spring ik nou niet gewoon wat verder? Zo vervelend. Zo vervelend. Ik haat parkour. Echt. Dit is de reden waarom. Nou, niet over nadenken, gewoon doen. Juist. Je kunt hieruit komen. Maak alleen een pact met de duivel. Klim door de slangenmond. Maar weet, als je in je leven weer faalt, kom je gewoon weer hier terug. Nou, dan ben je dan niet van plan. Hier is de slangenmond. Even kijken wat hier nog meer is. Is hier nog meer? Niks meer. Twee knopjes. Het zijn natuurlijk gewoon zijn ogen, maar toch. En hier? Hier ook nog een knopje. Even op de slangenkop. Gewoon even kijken. Ik ben nou eenmaal een beetje nieuwsgierig. Nee, ik zie niks. Dus we gaan er gewoon in. De slangenkop in. En nu? Ja, wacht.
Wat stond er nou? Moet ik er nou in? Moet ik echt dat vuur inlopen? Ja hoor, dat moet. Nou, daar gaan we dan. Ik snap niet hoe het werkt, maar vooruit. Een hint of déjà vu. Ik ben weer op kantoor. Hey, hallo. Ja, daar ben ik weer. Ik weet niet waarom ik hier weer ben. Maar ik geloof dat ik meteen weer naar de lift ren. Tenzij er hier iets veranderd is. Hoe is het met de chef? Hé, hey, baas. Alles oké? Nou, het zal wel. Ik weet niet hoe dit zit, maar vooruit. We nemen gewoon hup, de lift weer. Hey, hallo. Hé, hey, was leuk je gesproken te hebben, maar ik ga er vandoor. Yes. Ah, goed. En we zijn weer in de boerderij. Een déjà vu. Je bent hier in een eerder leven misschien geweest. Nou, dat weet ik wel zeker. Mijn beslissingen zijn belangrijk voor wat er in de toekomst gaat gebeuren. Nou, ik kijk nu wel eens eventjes goed uit. Ik ren direct naar de... Dat gejengel van dat ding. Ook vervelend. Nou, we zijn weer bij de boerderij. Maken dat ik als de bliksem daar bovenaan kom. Ophoppelen. Nou, ze schieten toch nog wel een keer mis. Hé, hey, kippetje. De mazzel. Ja, ik ga mooi hier staan. Maar mag ik nou niet meer rennen? Jawel hoor. Goed, het raam boven is gebroken. We gaan er gewoon naartoe, want de deur is op slot. Dus, stel hier naartoe. Hoe is het met het skelet? Die zie je niet meer. Nee. Huh? Goed. Jij moet ophoppelen. Wegwijzen, zo. Het lijkt er niet op dat ze veel hebben achtergelaten. Nee, dat lijkt er inderdaad niet op. Wat is hier dan? Niks. Gouw de deur dicht. Jij beslist hoe je vanaf hier gaat handelen. Nou, ik ga wel een goede beslissing nemen. Ik heb me voorgenomen, want ik wil niet meer terug naar de hel. We hebben hier een deur. Zet je het op een rennen. Ga je naar de truck die buiten staat. Dat is dus een mogelijkheid. Hé, hey, schakelaartjes, knopjes. Of... wacht je het uit in de kelder. Dat is ook een mogelijkheid. Ik weet het niet. Wat hebben we hier nog? Niks. Helemaal niks. Helemaal niks. Wat zit in deze kist? Eten. Oh, dat is ook prettig. Hier kan ik dus niet naar buiten. Dit was de deur die op slot zat. Ja. Moeilijke beslissing. Ik geloof dat ik de kelder maar in ga. Nou, er loopt een groep eens daar. En hier staat een schaap. Ik ga wel naar buiten. Hé, hey, schaap, even ophoevelen. Oh. Hey, hallo. Daar ben ik. Yes. Daar is de vrachtwagen. Waar is het hek? Hier zo. Wat staat hier dan? Iemand heeft waarschijnlijk... Iemand moet de weg gebarricadeerd hebben. Dat geldt ook aan de andere kant. Hier is een vrachtwagen. De deur is op slot en de sleutels die ontbreken. Hier is het nummerbord. Ja, en nu? Oh, kijk aan. Dat is ook handig. Een schakelaar. Hallo. Bye bye. Goed. Wat hebben we hier dan? Een kelder. Kan ik daar naartoe? Kolenhok staat er bij. Hoe kom ik daar dan? Nou, via de boerderij zelf natuurlijk. Maar daar kan ik nou niet naartoe. Ophoepelen. Nou, laten we hier eens kijken dan. Oh nee toch. Hè. Gaat het niet zo zijn dat hij nu weer...
Ja, iemand heeft de weg gebarricadeerd. Nou, vaarwel, brede wereld. Hé. Hey. Oké. Okay. Arjan was onderdeel van een special ops missie. Ze zijn erop uitgestuurd om een buitenlandse regering te saboteren. Maar ze werden gevangen in het proces en nu is hij gevangen gehouden in een geheim, in een geheime gevangenis. Nou, ik ben benieuwd. Dit is dus die gevangenis. Ik ben hier al 26 dagen. Je bent hier al weken. Dat klopt. 26 dagen, dat is weken. Waarom hebben ze de deur opengelaten? Dat weet ik ook niet. Hé. Hey. Pas op bij de hoeken, vriend. Als de bewakers je zien, dan gooien ze de hele boel in een lockdown. Dat moet ook niet hebben, natuurlijk. Drukplaatjes. Ik pas wel op bij de hoeken. Wat is dat ding ding? Hé, alle bewakers dragen zwart en ze dragen ook zaklampen. Nou, dan weten we dat. Ik ben degene die de deur open heeft gekregen. Je vrienden hebben me gestuurd. Ze hebben jou nodig om hun te bevrijden. Ze zijn ergens gevangen. Twee verdiepingen naar beneden. Nou, bedankt voor de info, vriend. Het zijn de gasten met de rode aanstekers. Mooi. Je kunt het herkennen, een rode aansteker. Jij hebt niks te melden? Hier, trapgat. Twee naar beneden, hè? Maar eerst maar eens even hier kijken. Yep, yep. Drukplaatjes. Dat klinkt niet best. Oké. Het hokje van de bewakers. Het is erg vervelend om hier gevangen gehouden te worden vlak naast het, de ruimte van de bewakers. Dat kan ik me goed voorstellen. Hier, ligt hij te slapen. Moet je zo oppassen wat je zegt, hè? Lijkt me lastig. Oh, alsjeblieft, red me, zegt deze. Hou eens op met een geschreeuw, idioot. De zwarte pakken zullen je horen. Ja, doe eens even normaal, joh. Hé, waar ben ik nou? Oeh, zwarte pakken. Pas op, voorzichtig. Voorzichtig. Je kunt de bewakers horen praten beneden. Ik hoor alleen niet wat ze zeggen. Ik hoor alleen wel een ding-dong de hele tijd. En dat is akelig. Erg vervelend. Maar goed, anywho. Hier staat er een bij de wc. Die kerel tegenover mij, die kan je wel vertellen dat het eten hier niet te pruimen is. Nou, dat geloof ik, want hij is aan het overgeven. Deze trappen brengen je naar de benedenverdieping. Oh, deze trappen. Nou, dan gaan we daar zo even naartoe. Hé! Hey. Kan een man niet even zijn privacy krijgen? Waarom? Want je zit op de wc. Ik ga aan de andere kant op. Ik zie trouwens die drukplaatjes daar. Ik brand daar mijn vingers niet aan. Maar even, wat is hierboven dan? Oh, dit doen. Ik weet wel dat ik naar beneden ben gegaan, maar dat was aan de andere kant. En deze kant ben ik nog niet boven geweest, dacht ik. Dus ik wil heel even spieken. Wat hier is. Oh, een bewaker. Oppassen dus, wegwezen. Wegwezen, wegwezen, wegwezen. Hier naar beneden. Oh, ik versta er niks van, joh. Hij is niet blij, denk ik. Hoe ben je eruit gekomen? Vertel het me. Ik heb geen idee, mijn deur stond open. Ik weet het ook niet. Hé, hoe? Wegwezen hier. Andere kant op maar. Even kijken. Ja, het gaat niet goed met jou, hè. Huh? Hé, jij. Er zijn wat gebroken muren tegenover mij. Misschien kan dat je helpen ontsnappen. Oh, wacht, daar staan die bewakers. Drukplaatjes. Ik ga hier inderdaad wel in. Zo. Haal me eruit, alsjeblieft. Ik smeek je. Ja, kan niet, joh. Hier zijn die bewakers om de hoek. Ik kijk wel even uit. Zet hem op, hè. Zo. Wegwezen hier. Wat hebben we hier? Ze kijken ook allemaal zo beroerd, hè. Hé, fijn om te zien dat je het gehaald hebt. Hé, jullie zijn de gasten met de rode aanstekers. Fijn om te zien dat je het gehaald hebt. Wij hebben ervoor gezorgd dat jouw deur van de cel is opengezet. Nou, bedankt man. Top. Jullie ook. Er is een knop in het trappengat om ons eruit te laten. Het zou moeten werken zolang de gevangenis niet op een lockdown is. Nou, oké, pst, gevangenen. Als we eruit zijn, zorg ervoor dat je ontsnapt. Wij hebben hier nog wat zaken af te handelen. Oké.
Zei hij gewoon een gastje. Ik kijk wel uit. Eikels, laat ons hier niet achter om te sterven. Ja, maar je moet wat, hè. Waar is de trappengat? Hier is het trappengat. Knoppie. Zet hem op, hè. Ik ga er van tussen. En... ja, dan ga ik hier naartoe. Wacht. Zo, niks aan het handje. Niks aan het handje. Goed. Beetje zenuwachtig, hè, dat tingding de hele tijd erboven. Ja, daar wou ik naartoe. Als je ietsje doorloopt hier. Daar, ja, kijk hier. Precies. Zachtjes, zachtjes. Lalalalalala. Hier is het, de uitgang. Het lijkt niet bewaakt te zijn. Als je dus niks te doen hebt, schiet op. Wegwezen hier. Ho, ho, ho. Stil, stil, stil. Ha. Oh, dat was even spannend, zeg. Beveiligingscontrole. Nou. Oeh. Nou, we hebben je gepakt. Je bent er lang genoeg uit geweest. Eikel. Jij gaat geen problemen meer veroorzaken. Nou, hup. Naar beneden, langs de ladder. Even kijken, dat is daar. Ik ga wel even hier langs, goed? Nee, dat mag niet. Nou, vooruit. Ik ben gepakt. Maar goed, ik heb wel mijn maatjes bevrijd. En waar ben ik nu? Hallo? Drink of wij komen hier binnen en zorgen ervoor dat je drinkt. Wat moet ik drinken? Oeh, heb ik nog wat anders? Nee, niks anders. Nu drinken. Ik geloof dat ik geen keuze heb. Vaarwel, vrede wereld. Oeh. Dood gegaan. Ik ben nu ergens anders.